De achtertuin is ontstaan doordat 5 jaar geleden ik te maken kreeg met mijn dochter die 24 uur begeleiding nodig had en daar ging wonen. Thuis kwam en zei: mama, ik mis onze tuin en onze dieren heel erg. En toen kwam bij mij de bewustwording dat ik dacht van jeetje, het is natuurlijk niet zo erg vanzelfsprekend om die achterdeur open te doen en in een tuin te staan en daarvan te kunnen genieten. Dus daar moet ik gewoon iets mee doen. Daar kwam het idee om dit voor meer mensen mogelijk te maken. Ja, mooi. Ja. Hey, en nou is het vandaag iets bijzonders. Het is NL Doet. Dat is de grootste landelijke vrijwilligersactie. Klopt. En vertel me, wat heb jij je op de hals gehaald? Ja, best wel veel. En we ontvangen vandaag een 30-tal mensen om een mooie stamppotmaaltijd aan te bieden in onze tuin. En omdat wij dit ook een hele klus vinden, bedachten we, wij steken vandaag onze handen uit de mouwen en wij komen jou gewoon helpen. Ja, wij zijn dus heel erg blij met jullie hulp. Het ziet er gezellig uit, hè? Onze VVD, fractie en lijst volop in beweging om te helpen. Ja, Carla duikt weg, maar dat is degene die de instructies geeft. Hallo Carla! Hallo! Ja. Kijk, daar hoort er wel bij. En onze eigen Anita, met dochter Lief. Anne? Zeker. Ja, 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 ja. Dus dat, die maakt kennis met de wat historische vaatwasmachine, hè Anne? Ja. Nou, mooi doel vandaag. Ik heb veel geld nodig om hier nog wat meer aanpassingen te doen. Luister naar Carla, daar is nog best. Deze donaties zijn welkom. Lekker een flinke klomp boter erin. Ja, een oude wets. Ja, lekker, lekker ouderwets. Ja. Is ons ademfeest. Voor de zoveelste keer ben ik en op dit moment in de achtertuin. En dit jaar hebben we ons eigenlijk best wel wat werk verschaft. Want we hebben stamppotten en we hebben al 20 kilo aardappeltjes geschild. En heel veel groentes en al die dingen die erbij liggen. Gebakken en de winkel. Dus ik hoop allemaal dat jullie het heerlijk vinden. De stichting beneden die proost en heft het glas. Leuk om te zien dat echt zoveel mensen die hier in het buitengebied wonen van Etten-Leur elkaar opzoeken en verwend worden, 1 keer per maand lekker een hapje eten samen uit de eenzaamheid. Het was echt een hele leuke middag en ja, samen met Anne. Anne, wat was het allerleukste voor vandaag? Wat hebben we gedaan? Dat heel veel mensen hebben bijgewerkt en heel veel geholpen hebben. Ja, we hebben heel veel geholpen en we hebben mensen blij gemaakt. We hebben mensen heel hard zien werken, de vrijwilligers. Dat zijn echt toppers. En wat ons betreft een hele geslaagde dag. En wil je nu meer weten over de achtertuin? Kijk dan absoluut naar op de website. Want deze vrijwilligers die kunnen absoluut nog wat hulp gebruiken.